gedaan. En dan kan hij wel met die schouder hebben gewonnen en helemaal geweldig zijn, maar dan ben je toch zenuwachtig. Want je moet met je dochter samenrijden, dat valt nog niet mee hoor. Dus nog even overleg en dan gaat hij van start. Jeroen dubbelt dan, hij is er klaar voor. En hij groet de jury, want die staat natuurlijk klaar beneden en boven. Overal letten. En jullie begrijpen wel, jumpertjes, de hoge hindernissen zijn voor Jeroen, hè? En dan gaat hij van start. Aan hij op de eerste. En dat gaat goed. Het is gestart hoor, en boven het tel voor zijn pony de lek. En dan een bochtje. Hop. Ja, dat doet hij makkelijk, hè? Hij is niet voor niks zo goed natuurlijk. Derde hindernis. Draaien. Heel goed pikken. Mooie rabobank hindernis daar ook overheen. En dan komt hij langs de jumpertjes op de lange zijde. En dan natuurlijk de bovenkant hindernis. Let op. Mooi gedaan, nul fouten, je moet het dan. En nou gaat niet. Let op hè, jumpers. Eerste sprong, wow. Goed concentreren, Nina dubbel dan met Sissy. Tweede sprong, vloek. Kijk eens hoe goed ze hebben, ze een heel klein ponnetje hè. Voor dat ponnetje zijn we toch heel leuk, Janice. Ja, ze concentreert, gaat goed. Ja. En nou niet draaien hè, nou niet draaien. En dan naar 12 naar de finish. En dan de finish en de ja! Zeg Nina, ben je trots op jezelf? Ja.